Ik ben Walid Tahir. Ik kom uit Kurdistan van Irak. Ik heb diploma in theater en in film. In 1997 ben ik naar Nederland gekomen. In 2002 heb ik begonnen met de eerste korte film van mij. In 2005 ben ik begonnen met de tweede korte film van mij. In 2006 met sommige kunstenaars in Amersfoort. We hebben begonnen met een filmfestival, die heet die Cinex. In 2009 heb ik hoofdrol gespeeld met een film hier in Nederland. In 2010 ben ik weer terug naar mijn eigen land en heb ik met de verschillende film en festival rol en regisseur. En daarna en met de festivalen ook heb ik gewerkt en heb ik ook les gegeven in een instituut van Fine Art daar in mijn stad, die heet De Hoek. En 2015 heb ik die eerste feature film van mij heb ik begonnen. En die film van mij is gepresenteerd in 33 landen. En heb ik prijs, internationale prijs van gekregen. En nu ben ik weer, 2007 terug naar Nederland. En ben ik nu bezig met de workshop hier bij Body Film Foundation. En ben ik ook tegenwoordig bezig met de tweede feature film van mij. Voor die scenario ontwikkeling. Dankjewel.